Goedemorgen allemaal. Zoals ik beloofd had, gingen we deze week niet alleen liedjes zingen, maar ging ik jullie ook een verhaaltje vertellen. En ik zou graag nu het verhaaltje vertellen van een regenworm. Een simpele regenworm, zoals er wel 100 daar buiten in mijn gras zitten. Niks speciaal, een regenworm. Zoals je die allemaal kent, hè? Een regenworm. Beetje zalmkleurig, met segmentjes. Langwerpig, krult doorheen je gras en de aarde. Een regenworm. Niks speciaal. En Pier, want zo heet onze regenworm, daar is wel iets speciaal mee, want Pier is verliefd. Pier is verliefd op een andere Pier, een andere regenworm. Maar niet zomaar een regenworm. De mooiste, knapste, lenigste, soepelste regenworm die je ooit in je leven gezien hebt. Een ballerina. Pirouette genaamd. Nu, Pirouette heeft geen oog voor Pier. En nee, tuurlijk niet, want een regenworm heeft geen ogen. Maar ze ziet hem zelfs niet staan. Want ze heeft geen ogen. Ja, dat grapje had ik al gemaakt. Ze weet zelfs niet dat hij bestaat. En Pier is helemaal gek van Pirouette. Maar een hele hoop regenwormen zijn gek van Pirouette, want die krullen daar allemaal rond en naast en trekken haar aandacht. En zij weet niet dat Pier er is. En elke keer als hij haar ziet, kloppen zijn hartjes sneller en sneller. Want hoeveel hartjes heeft eigenlijk zo'n regenworm? Wat zeg je? Hoeveel? Ja, 10. 5 keer 2 paar. 2 hier, 2 hier, 2 daar en zo verder. 10 hartjes. En die kloppen allemaal sneller als hij haar ziet. Maar zij ziet hem niet staan. En wat moet je doen? Wat moet je doen om de aandacht te trekken van zo'n knap regenworm? Wat zeg je? Ja! Een cadeautje. Een top idee. Een cadeautje. Maar welk cadeautje geef je aan een regenworm? Met welk cadeautje kan je een regenworm het grootste plezier van de wereld doen? Ja. Televisietoestel? Nee. Wat zeg je? Kleren? Nee. Geen kleren. Skateboard. Zou ik toch nog eens over nadenken? Nee. Eten. Tuurlijk dat. Iedereen moet eten. Iedereen eet lekker graag. En ook graag lekker. Maar wat eet een regenworm? Want een regenworm, let op, die heeft geen tanden. Hè? Die kan niet bijten. Hè? Juist. De lekkerste, rotste blaadjes ter wereld gaat Pier gaan zoeken voor haar, zijn geliefde, zijn schat, zijn alles, Pirouette. De rotste, lekkerste blaadjes ter wereld gaat hij voor haar herhalen. En weg is hij. Richting het heidebos. Maar pas op. Dat is niet ongevaarlijk, hè? Richting het heidebos. Dat is ook niet naast de deur, hè? Richting het heidebos. Dat is redelijk ver, hè, voor zo'n Pier. Dat is een eindje kruipen, hè? Onder de grond. En al die gevaren. Want wie eet er allemaal graag regenwormen? Huh? Molen. Muizen. Merels. Eksters. Mieren. Ja, ja. En toch. Toch gaat hij dat doen voor haar. En weg is hij. Richting het gevaar. Richting het heidebos. Richting de rotste blaadjes die hij voor haar kan vinden. En als hij die rotste blaadjes dan aan haar gaat geven. Dan zal zij wel oog hebben voor hem. Denk je niet? Dan zal zij wel vallen. Ja, ze ligt al tegen de grond. Ja.
Voor hem. Voor Pier. Pier van hier. 1, 2, 3. Ik ben een pier van hier. Ik maak graag plezier. Ik ben een glibberig dier. Ik glij en ik stier. Ik ben een en al spier. Mijn hartjes kloppen fel voor de lenige pirouette. Ze zit goed in haar vel, lekker slap en snel, en ze is nog niet bezet. Ik ben een pier van hier. Ik maak graag plezier. Ik ben een glibberig dier. Ik glij en ik stier. Ik ben een en al spier. Ik ben een en al spier. Ik ben een en al spier. Pas op mijn mier.